Het is echt mijn passie om met emoties te werken, die te ontdekken in het volle spectrum en die in interactieve kleding te gaan stoppen. De jurk verandert op basis van hoe Elise zich voelt en dat is altijd anders. Wij noemen dat empathic augmentation. Technologie, innovatie, gebracht in een fantastisch prachtig kleed met dan ja, de onbeschrijfelijke stem van Elise Kaluwaert. Dat is echt fantastisch. Ja, dat is een nieuwe dimensie die men eigenlijk toevoegt bij de muziek die men ziet, die men hoort nu. En ook die emotionele dimensie maakt, denk ik, het muzikale nog interessanter, nog rijker. We zagen echt het hele spectrum aan emoties passeren, van vreugde en ook vreugde op die laatste tonen. Dat vond ik zo mooi, hè? De muziek stilde en zij werd vreugdevol. I was blown away. Ik vond het echt heel mooi, heel indrukwekkend. Wel, het was verrassend. Het was zeer bijzonder. Natuurlijk, je moet er stilletjes aan inkomen om al die emoties die uitstralen, om die ook wat te begrijpen. En dus voor mij was het echt wel een kwetsbaar concert. Een gevoel van veel meer openheid, kwetsbaarheid. Spannend. Heel spannend. En ik ben heel blij dat het heel goed gegaan is. Wie zou u graag eens zo'n pak aandoen? Oei, dat is een goede vraag. Ik zelf zeker niet. Daar ga ik nog even goed over nadenken, denk ik. Mijn hond. Het was super mooi om te zien hoe Elise helemaal op het einde een warme gele groet over zich heen kreeg en helemaal zelf in happy modus ging.